Ja, mijn dochter slaapt hierboven en ik slaap met mijn zoon. Oh, wacht, jouw kinderen slapen hier ook? Ja, 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 want dit is het. Er is één slaapkamer. Een minuscuul flatje op een industrieterrein met één slaapkamer voor Marleen en haar twee kinderen, Bo en Sef. Nou, ik woonde hiervoor samen met het vader van mijn kinderen, mijn ex. Dat was zijn huis al toen wij samen gingen wonen. Dus ik heb eigenlijk nooit iets op papier gezet of wat dan ook. Ik ging daar gewoon wonen. Een beetje van, ja, ik betaal de boodschappen wel en jij betaalt het huis. Ja, dan ga je uit elkaar en dan denk je ineens, misschien was dat niet zo handig hoe ik dit heb aangepakt. Maar je zou denken namelijk dat je recht hebt op urgentie. Nee. Nee? Nee. Misschien 15 jaar geleden wel in deze situatie. Maar er gaan nu zoveel mensen uit elkaar. Er zijn zoveel eenoudergezinnen. Er zijn gewoon niet genoeg huizen om mensen in mijn situatie urgentie te geven.